Met zo'n 60 schepen zijn de vissers naar het IJsselmeer gekomen om te demonstreren. Met fakkels en spandoeken vragen ze aandacht voor hun probleem. En hier demonstreren ze tegen, windmolens. Tot voor kort konden de vissers hier nog vis vangen, maar sinds dit windmolenpark er staat, mag dat niet meer. Nou, we protesteren dus tegen de windmolens. Want ze willen bijna het hele IJsselmeer gaan volplaatsen en dat willen we niet. Want hoe meer windmolens, hoe minder plek er is voor de vissers om vis te vangen. En dat betekent dus ook dat ze minder geld kunnen verdienen. Dus die mogen niet in de windmolenpark komen, maar ook niet in de natuurgebieden. Dus uiteindelijk raakt die visserman stak hele grote gebieden kwijt. Ik wou visserman worden, maar ik twijfelde nu een beetje over door de windmolens. En als het later nog te veel wordt, dan weet ik niet of ik dan nog wel kan vissen. Het windmolenpark op het IJsselmeer is het grootste in een binnenwater ter wereld. Daar zijn 89 windmolens gebouwd. Die maken genoeg energie voor 500.000 gezinnen. Ook in de Noordzee liggen een aantal grote windmolenparken. En de komende jaren wordt er nog meer gebouwd. Die zijn nodig omdat Nederland afspraken heeft gemaakt om de uitstoot van schadelijke gassen flink te verminderen. Dat kan door gebruik te maken van windenergie. Maar niet iedereen is even blij met de komst van windmolens. Sommige mensen vinden dit uitzicht erg vervelend. En vissers zijn dus weer niet blij met windmolens op het water. Nou, dan zetten ze toch op land neer. Dan moeten we ook een vis vangen hier. De vissers hopen dat ze uiteindelijk mee mogen denken over de plek waar nieuwe windmolenparken gebouwd gaan worden.